Het record van de spooktelefoon staat nu op 53 seconden. Je bent af als je wordt omgeroepen door de verkeersinformatie van Driebergen. Jeroen, even een vraagje. Als ik nou een frontaaltje krijg, wat doen we dan? Dan ben je ook af. Nee, dat ik het even weet. Jouw tijd is in. Oh, 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 oh. Hey Arie, dit is radio. Je moet vertellen wat je ziet, anders is er voor de luisteraars niks aan. Wat ik zie alleen maar auto's op me afkomen. Dat is een spel hoor. Ben je gek? Het gaat geweldig, Arie. Je zit op 35 seconden en Driebergen weet nog steeds van niks. Oh! De Zeelandbrug en de Bellagebrug. Allemaal bruggen met een eigen karakter. We hebben natuurlijk houten bruggen, we hebben ijzeren bruggen, we hebben hoge bruggen en we hebben lage bruggen. Pa, u starkendrek het niet mooi mappelklap. Harco, klap to de bek. Ja, en Harco heeft een bruggelbak. No! Waar is wie zo'n perle ziet? Oh! Oh! Dat kan niet opnieuw. Ben je nou twee maanden mee bezig geweest? Ze vallen de verkeerde kant uit! Ze vallen de verkeerde kant uit! Maakt het nou toch uit welke kant die koeken opvallen, man? Wat dat uitmaakt? Ja. Wat dat uitmaakt? Kan jij zo lezen van wie die koeken zijn? Weg jij! Opgestoden mieter! Dat kost me bakken voor mijn geld, zeg hé! Godsamme, zeg hé! Wat dat uitmaakt, zeg! Wat dacht u van Kees van Kerk? En natuurlijk niet te vergeten, hij ja, Jan Bos. Allemaal paarden met een neusje voor de overwinning. Ze hebben allemaal die lauwe krans eens rond de schop.